Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe episode van You Can't Win Them All. En zonder al te veel te verklappen, ja, ik denk dat dit toch wel het moederpotje van alle You Can't Win Them All's is. Ik speel in de Hellcat, tier 6, Amerikaanse tank destroyer. Prima matchmaking. Twee tier 7's aan beide kanten, waarvan ook nog één artillerie zelfs. En voor de rest allemaal tier 6 en tier 5 tanks. Ideaal voor de Hellcat. En ook nog eens een map waar je erg veel kan doen. Redshire. Ik word hier meteen gespot. Hellcat heeft goede camouflage. Ik heb ook een camo net. Maar ja, die Panzer 38 NA spotte me helaas. En mijn schot gaat in de grond. Ja, ik speelde Hellcat puur voor de fun. Lichtelijk statpadden misschien. Ik had op dit moment van spelen hele hoge Mark of Excellence. Ik zat op een gegeven moment op 99,9%. Dus ja, ik speel hem eigenlijk om kijken of ik die 100% kan halen. Dat zou wel leuk zijn. Het begin van het potje is niet zo geweldig. Ja, je moet in een Hellcat kan je niet full YOLO naar voren rijden. Dat kon vroeger nog wel een beetje, vanwege zijn snelheid. Maar ja, zijn snelheid is natuurlijk flink genurfd. Ja, naar vooruit rijden gaat nog steeds behoorlijk snel, maar achteruit rijden niet meer. Ja, dus je kan gewoon niet meer overal gaan staan. Omdat je, ja, je moet kunnen terugvallen. En dat moet je snel kunnen doen, want anders word je weggeschoten. Want ja, de Hellcat heeft natuurlijk geen armor. En niet zo heel veel hitpoints. Dus dat is iets om voor op te passen. Ik heb hier een mooie ammo rack op een Type 58. Waarbij het vorige schot nog een beetje jammerlijk misging. Met mijn tweede schot weet ik hem te ammo racken. Ja, dit is een beetje hoe je de Hellcat moet spelen, als een sneaky sniper. Je kan gewoon je niet veroorloven dat je te ver naar voren rijdt. En ja, je moet hopen dat je team dus genoeg spots doet, zodat jij schoten kan doen. Nou, op zich heb ik nu al aardig wat damage verzameld, 1587 om precies te zijn. Is zeker niet slecht. Maar we zijn er nog niet. De tegenstander heeft de hele 1-2 flank bijzonder snel opgerold. En ja, we zijn hard aan het verliezen momenteel. Nou, jullie zien hoe lekker deze gun is. Ik heb natuurlijk een hele goede crew in. 4 skills. Bijna 5 skills. Dus ja, dat helpt natuurlijk altijd wel mee. Ja, een ander aspect, dat geldt niet zozeer natuurlijk alleen voor de Hellcat, maar ook voor andere tanks, is weet wanneer je moet relocaten. Nou, ik heb nu het gevoel dat het me te heet wordt onder de voeten op die plek. Ik kan beter gaan verplaatsen. En jullie zien dat de Hellcat nog best wel snel is. Zeker als je vooruit gaat en downhill. Ik weet hier een mooi schot te doen in de T67. En ja, vanaf deze positie heb ik eigenlijk van allerlei schotmogelijkheden. Maar ja, desondanks blijven wij tanks verliezen. Het staat 6-11 voor de tegenpartij. En dit was een beetje mazzel hebben, dit schot. We moeten dus oppassen, er zijn twee artillerie per team aanwezig. En ja, dat is waarschijnlijk de reden dat ik dit schot net even te veel rush. Ik was gespot natuurlijk, dus ik probeerde zo min mogelijk in beeld te zijn. Ja, en nou word ik weer gespot. Maar ja, ik moet natuurlijk ook kills gaan maken. Dus het is een beetje, ja, wat doe je in zo'n situatie? Gewoon blijven schieten en hopen dat de artillerie je mist. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, op dit moment heb ik nog 12 shells over. Dat is een nadeel van de Hellcat dat hij niet zoveel shells heeft. Daar was trouwens een missend artillerieschot. Ja, en hoe, als je weinig shells hebt, dan kan je dit soort criticals natuurlijk niet gebruiken. Ik ben nu door mijn reguliere AP shells heen. En ik ben dus genoodzaakt om over te stappen op mijn APCR. Nou ja, dan kom ik al helemaal makkelijk door die tegenstander tanks heen natuurlijk.
Ondanks dat ik de damage blijf opstapelen, blijven mijn teamgenoten ook maar doodgaan. Ik heb nu nog maar één teamgenoot bij me, T485, die wel meehelpt met de kills maken, dus dat scheelt. Ja, en ik ben inmiddels toe in mijn vijfde kill. En ja, ik word weer gespot helaas. En ik moet natuurlijk nog steeds oppassen voor de arty. En ik mis hier helaas weer een schot on the move. Had misschien beter gewoon kunnen wachten totdat ik in een positie ben zoals hier. Ja, dit is natuurlijk niet echt economisch dat je voor 11 damage een complete shell moet gebruiken. En ja, ik ben nu over de, of toe aan mijn laatste 4 shells. En mijn hoop is dus eigenlijk gevestigd op die T-3485. Die nog aardig wat hitpoints heeft en veel meer shells heeft dan ik, als het goed is. En ja, op zich gaat het nu redelijk. 12-13. Probeer hier op de fuel tanks te mikken van de T-150. Misschien zet ik hem in de brand. Scheelt me weer een shell. Maar helaas lukt dat niet. Ja, en dan gebeurt het noodlot. Onze T-485 wordt geartied. En ja, eigenlijk weet ik nu al een beetje hoe laat het is. Ik weet dan wel eens waar die T-150 te killen. Maar ja, ik heb nog maar één shell over. En dat is een HE-shell. En er zijn nog twee arties over en die zijn helemaal nog niet gespot. Oftewel, die hebben gegarandeerd nog full hitpoints. Ja, en dan ben ik nu eigenlijk een beetje kansloos natuurlijk. Ik zou natuurlijk nog, ik heb nog wat hitpoints over, dus ik zou eventueel wat ram damage kunnen doen. Maar het is natuurlijk maar zeer de vraag of je daarmee twee arties kan killen. Ik rijd hier naar het midden van de map en ik laat mijn binoculars open gaan. Teammaten denken dat het nog wel goed komt, maar ja, ik heb één shell. Ik kan er niks meer van maken, jongens. Eén shell. Ik kan niet met één shell twee arties killen. Dat bestaat niet. Tenzij het een 152 mm van een KV-2 is ofzo. Ja, ik probeer ze in een vroeg stadium uit te spotten dat ik misschien mijn HE-shell nog maximaal kan gebruiken. Hoe zij natuurlijk nu het makkelijkste winnen is gewoon met z'n tweeën naar de cap rijden. Ja, er is nog tijd zat over, dus zij kunnen gewoon uitcappen. Ik zal even wat doorspoelen. Ik ben toch, heb toch maar besloten om ze op te gaan zoeken. Misschien staan ze nog in de basis. Misschien kan ik er eentje verrassen. Een mooie HE-show in de zijkant doen, waarna ik hem kan rammen ofzo. Dan maak ik misschien nog een theoretische kans. Maar ze zijn in de cap gereden. In ieder geval eentje. En ik ga eigenlijk weer terug naar mijn plek waar ik ja, de meeste damage heb verzameld. Kijken of ik vanaf daar de cap kan spotten. En in ieder geval mijn 1HE-shell toch nog nuttig kan gebruiken. En hier heb ik een mooi plekje gevonden. Hier zou ik potentieel wat stukken cap moeten uit kunnen spotten. En dat lukt me ook. En ja, mijn timer of mijn indicator geeft groen aan. En ik aim ook volledig. Maar ja, helaas. De HE-pen van de 90 mm kanon is niet hoog genoeg. Dus ik doe een critical hit op die arty. En ja, nu is het voorbij natuurlijk. Ik kan dit potje technisch gezien niet meer winnen. Ik kan nog wel proberen een decap te doen door een ram. Dat ga ik dan nu ook doen. Dus ik moet even kijken of ik een beetje een aanloop kan nemen. Kijken of ik nog wat ram damage voor elkaar krijg. Ik heb natuurlijk al met die hit heb ik al een decap gedaan. Dus ik heb me even wat tijd gebaaid. Nou, hier komt dan mijn aanloop. Ja, ik word natuurlijk gespot hier, dus dat schiet natuurlijk niet echt op. Ik ga voor de GW Panther die ik al geraakt heb. Nou, ik weet hem vrij fors te rammen, maar ja, hij doet mij meer damage dan ik hem. Dat is jammer. En in mijn vlucht word ik helaas ook nog geshotgunned door die andere arty. Dus ja, potje verloren helaas. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ja, ondanks de loss kan ik natuurlijk niet heel erg ontevreden zijn over mijn... spel. Ik heb
het maximale denk ik eruit gehaald. Ik heb natuurlijk wat shells wel gemist die misschien wat beter geaimd hadden kunnen worden of whatever. Maar ja, achteraf gezien is het altijd makkelijk praten. Ik heb een Ace tanker medaille gehaald, een high caliber medaille en een top gun, omdat ik 7 kills had. Ja, en dus een behoorlijk hoog aantal van 4,5k damage. Ja, dat is in een tier 6 tank natuurlijk behoorlijk veel. En ja, waarom noemde ik dit de moeder van alle You Can't Win Them Alls? Nou, ten eerste omdat ik zelf natuurlijk voor mijn tier gigantisch veel damage heb gedaan. Maar kijk nou eens naar de rest van het team ook. Het verschil is zo gigantisch groot. Ik heb gewoon bijna 10 keer zoveel damage gedaan als de nummer 2 uit mijn team. En dat betekent dus dat de rest allemaal nog slechter was. Ja, en dat is toch wel vrij wonderlijk. Zeker als je bijvoorbeeld de arties vergelijkt met elkaar. De tegenpartij heeft twee arties die samen 7 kills doen. En ja, ik heb natuurlijk weer zo'n idiote arty, of twee idiote arties zelfs, die allebei nul damage doen. Hoe de fuck krijgen ze het voor elkaar? Ja, en dat maakt gewoon echt een groot verschil. Ondanks dat ik echt een gigantisch damage heb weten te behalen, was het gewoon niet genoeg. Ik heb dus 30 keer geschoten. Meer shells heeft de Hellcat helaas niet. En dat is dus wel echt een minpunt. Nou, dat is zeker qua accuracy niet slecht. Twee derde of iets meer zelfs nog is raak. En ook een pen. Dus ja, ik kan mezelf niet zoveel verwijten. Ik heb nog wat defense points opgepakt. Ik maak niet eens zo heel veel credits. Want het is natuurlijk geen premium tank. En ik heb al mijn APCR shells opgeschoten. Maar ja, met de Courageous Resistance bonus krijg ik en met een premium account toch nog 2,5k XP. Dus ja, wat dat betreft was het zeker geen slecht potje. En ja, als je doel is je Mark of Excellence grinden tot 100%, dan was dit potje natuurlijk ook zeker niet slecht. Want ja, dat tikt wel aan, zeg maar. Goed, nou ja, het was een echte You Can't Win Them All. Wat mij betreft de moeder van alle You Can't Win Them Alls tot nu toe. Dus ik ben benieuwd wie dit gaat overtreffen. Bedankt voor het kijken en tot snel.